Ja, Els Robijns van de SPA is intussen komen aanschuiven. Dag mevrouw Robijns. Ja, grote verontwaardiging ook bij u na het zien van die beelden gemaakt in een slachthuis in Hasselt. Beelden gemaakt door de dierenrechtenorganisatie Animal Rights. De zoveelste keer dat er undercoverbeelden dierenleed in slachthuis aan het licht brengen. En vooral veel verontwaardiging, omdat er ondertussen toch wel wat maatregelen door de minister genomen zijn. Maar blijkbaar brengen ze toch nog niet het gewenste resultaat. Ja, niet het gewenste resultaat. Nu, hij kondigt vandaag opnieuw extra maatregelen aan. Er komt een bijkomend Vlaams controlesysteem. Het decretaal kader is klaar. Het geld is voorzien. In januari komt het uitvoeringsbesluit. Dan kunnen de dierenartsen worden aangeworven. U bent tevreden met dat antwoord? Ja, ik was vooral verontwaardigd over de reactie van de minister naar aanleiding van het nieuwe schandaal, namelijk dat hij... Maar goed, de vraag was, bent u tevreden met wat hij vandaag aankondigt? Ja, ik ben benieuwd of dit zoden aan de dijk brengt. Dus uiteraard ben ik tevreden als er voor 3 miljoen bijkomende middelen aan inspectie voorzien worden. Maar de vraag is of ze efficiënt zijn, want ik stel iedere keer vast dat er tussen het federaal en het Vlaamse niveau een beetje pingpong gespeeld wordt. Maar daar schieten we natuurlijk in de praktijk niet zoveel mee op. Maar goed, ik heb de minister horen zeggen, federaal houdt vooral controle op de volk. Gezondheid, op veterinaire aangelegenheden. Wij gaan echt op dierenwelzijn kunnen werken. En dat komt er nu aan. Ja, maar ik heb ook al maatregelen van de minister gehoord en gezien. Meer camera's, meer opleiding, die er ook zijn. En er hangen camera's en toch duiken er undercoverbeelden op die wantoestanden aan het licht brengen. Dus ik hoop dat effectief de dierenwelzijn gegarandeerd wordt door die bijkomende inspectie. Ja. Nu, Animal Rights, dat de beelden heeft gemaakt van de wantoestanden. Ja, die organisatie vraagt een onafhankelijk, grootschalig onderzoek. Bent u daarmee eens? Ja, er is een doorlichting al gebeurd van de meeste slachthuizen. Daar zijn een aantal aanbevelingen. Maar u zegt het zelf, het werkt blijkbaar onvoldoende. Ja, oké. We zullen moeten zien hoe concreet is. Ook niet met een vingerknip op te lossen. In die zin ben ik het daarmee wel eens. Ik denk alleen dat we nog meer maatregelen moeten nemen om de grootschaligheid van die slachthuizen een beetje in te perken. Ja, want u zei zelf, er moet een beperking komen van het aantal dieren dat geslacht wordt. Hoe kan u dat concreet organiseren? Vraagt dat decretaalwerk om dat te beperken? Ik denk dat je dat wettelijk moet vastleggen. Hoeveel dieren er in een slachthuis mogen geslacht worden. U bent Vlaams parlementslid, u kan dat doen, hè? We kunnen daar een voorstel rond uitwerken. En gaat u dat doen? We gaan dat zeker bekijken. Ja. Ik denk dat we eerst gaan afwachten hoe nu die inspectiedienst juist gaat uitgewerkt worden. Ik heb u wel horen zeggen, hè? Er moet een beperking komen. Ik ben daar ook voorstander van. Ja. Net zoals we ook voorstander zijn van een beperking van heel die industriële veeteelt, want dat heeft ook zijn nadeel aan het vlak van dierenwelzijn. U kan een voorstel van decreet schrijven om dat dan te doen. En dat gaat daar hebben we de kerstvakantie tijd voor. Dat gaat u doen, dat komt er dan aan na de kerstvakantie. Ja, we gaan dat doen, ja. Oké. Nu, Open VLD van de Jeugd stelt vast dat het betrokken slachthuis in Hasselt geen lid is van de sectorfederatie. Moet dat dan ook niet verplicht worden, dat die lid worden van de sectorfederatie? Want ja, er was bij een aantal parlementsleden ook wel de bezorgdheid dat die federatie moet betrokken worden bij al dat werk en die controles. Ja, maar ik denk dat bij andere slachthuizen, waar ook al wantoestanden zijn vastgesteld, dat die wel lid waren. Dus het ene is geen garantie voor het andere, volgens mij. En ja, goed, uiteraard is het goed als iemand binnen sectorfederatie dan is. Dan moeten we niet meteen gaan... Nee, ik denk dat je daar het heel moet gaan zoeken. Nou, om nog eens terug te keren op die vraag van Animal Rights, om een grootschalig, onafhankelijk onderzoek te houden, zou dat Vlaams controlesysteem dat er nu aankomt, zo'n grootschalig onderzoek niet kunnen faciliteren, mogelijk maken? Dat zou misschien kunnen. We zouden ook een controle los van een audit los van het Vlaamse controlesysteem kunnen. Ik denk dat het nooit geen kwaad kan om een onafhankelijke doorlichting van de slachthuizen te doen. Alleen is altijd de vraag wat er met die aanbevelingen gebeurt. Welke concrete gevolgen daaraan gegeven worden. Goed, de minister heeft al heel veel stappen gezet, heeft u zelf gezegd. Kondigt bijkomende stappen aan. Kan u nog meer doen eigenlijk? Ja, er zijn altijd zaken die nog kunnen, gelijk die elektrische prikkelaar, die kan ook verboden. Bepaalde methodes kunnen ook verboden worden. Ik heb vastgesteld nu in het slachthuis waren het die elektrische schokken vooral die het grootste dierenleed veroorzaakten. Eigenlijk zijn er geen praktijken meer van vandaag en kunnen ze niet zinloos. Kunt u ook wettelijk verbieden. Dus als van u af kunnen we ook een voorstel voor maken. Ja. Oké. Bedankt in elk geval voor dit gesprek. Uw beste kijker, blijf bij ons, want we gaan het straks hebben over het gebruik en de kennis van het Nederlands in Brussel. Tot zometeen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.